Opdracht van PTT ontwierp de Maastrichtse kunstenaar Huub Levigne de kinderpostzegels 1949. Nu deze eerstdaags verschijnen, willen we eens nagaan hoe ze tot stand komen. De werkwijze is overigens dezelfde als voor alle postzegels. Nadat de tekeningen zijn goedgekeurd, worden de contouren ervan op kalkeerpapier overgenomen. De zogenaamde kalk die dan ontstaat, wordt in de drukkerij in spiegelbeeld en op de grootte van het toekomstige zegel in metaal overgebracht. Het is daarna de taak van de grafisch kunstenaar Levigne om aan de hand van zijn oorspronkelijke tekeningen de details van de zegel op dat metaal te brengen, ook in spiegelbeeld. Dat is een uiterst nauwkeurig werk dat een vaste hand vereist, want een kras die er eenmaal in zit kan er niet meer uit. Met het graveren van de tekening is de taak van de ontwerper afgelopen. In de drukkerij wordt de gravure gehard en in een aantal stuks leesbaar overgebracht op een zacht metalen rol. En met behulp van deze rol wordt nu de drukplaat gemaakt waarop 100 zegels komen te staan. De plaat wordt daarna in de drukpers gezet. De machine begint te draaien en vel voor vel worden de zegels gedrukt. Postzegels zijn waardepapieren en elk vel dat in de pers gaat moet worden verantwoord. Maar echte postzegels zijn het nog niet, want de tanding ontbreekt nog. In een speciale machine wordt precies op de juiste afstand de perforatie aangebracht. De verzamelaars zouden nu wel graag willen dat ze zo in de verkoop kwamen, maar dat feest gaat niet door. Misdrukken worden uitgeschoten. Hier zijn de zegels, waarvan de toeslag bestemd is voor de misdeelde Nederlandse jeugd. Van half november tot eind december zijn ze te krijgen in alle postkantoren, maar dit jaar voor het eerst ook op andere manier. Meer dan 100.000 Nederlandse schoolkinderen trekken erop uit om voor hun 50.000 kameraadjes die het zoveel minder hebben dan zij iets te doen. Huis aan huis gaan ze met bestelenveloppen en noteren de bestellingen. Hun hulp zal tot het welslagen van de actie aanzienlijk bijdragen. Na hun bezoek plakken de jonge handelsreizigers een plaatje op de deur, als bewijs dat daar zegels besteld zijn. Een plaatje dat in de komende weken vele Nederlandse huisdeuren zal kunnen sieren.